komt met honden in de school. Leerlingen ja, zijn niet op hun gemak, weten ook niet goed wat er gaat gebeuren. Nu, gelukkig wordt dat door politie heel goed omkaderd en is er een heel fijne samenwerking met politie, met de stad en met de scholen daar rond. Het is echt een onverwachte controle. Leerlingen weten hier niks van. Er wordt hier ook echt wel op gelet dat het binnen kamers gehouden wordt. Ja. Wij hebben de afgelopen 10 jaar zijn er 22-tal acties uitgevoerd. Hierbij werden 2200 leerlingen gecontroleerd en een 17-tal keer werd er een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen.